Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. Ik ga deze keer spreken opnieuw een hele belangrijke. Ik ga spreken over de uitverkorenen van God. Wie zijn dat nu? Over de uitverkiezing is veel strijd geleverd in de kerk. En het eigenaardige is dat de heren professoren en theologen er niet zijn uitgekomen waarin zij duidelijk zelf kunnen uitleggen wat nou precies die uitverkorenen zijn en waarom. Daarom is dit een belangrijk onderwerp voor ons, voor u en mij, om te zien wat het ons persoonlijk heeft te vertellen. De Heer Jezus zelf, de gezalfde koning van Israël, geeft dat ook weer. En dan moeten we naar Matteüs hoofdstuk 24 en dan gaan we lezen de verzen 15 tot en met 35. En zoals gebruikelijk is, doe ik dat langzaam en rustig om elke zin goed in ons op te kunnen nemen. Hij zegt, wanneer gij dan de gruwelen der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats zien staan, wie het leest, geef er acht op. Later dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Hier in deze eerste verse ziet u al dat het in een tijd plaatsvindt in het land Palestina. Dus die zogenaamde grote verdrukking waar ze het allemaal overheen hebben, komt dan zeg maar niet in Europa of in de rest van de wereld voor. Dat heet namelijk inlegkunde. Want het gaat over de profeet Daniël, die dat heeft uitgesproken, voorzegt, in opdracht van God. Dus het gaat altijd over Israël. Hoofdzakelijk gaat het over de 10 stammen Israël, het huis van Israël, maar natuurlijk ook over het huis van Juda. En in dit gedeelte gaat het meer over Juda, want in 70 na de Messias is een Romeins generaal Titus naar Palestina getrokken en heeft daar heel Jeruzalem verwoest. Nou, dus het komt niet aan het einde van die tijd van die grote verdrukking, zoals het hier altijd zeggen. Nee, het gebeurde in die tijd. Want er staat, het is wie op het dak is, gaat die naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. Nou, wij wonen hier niet op daken, maar daar wel. Dus, dan gaan we verder, om dit te weten. Dat is 70 na Christus, heeft dit plaatsgevonden, dit stuk gedeelte. Maar Jezus spreekt veel verder in de eindtijd. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat die vrucht niet in de winter vallen en niet op een Sabbat. Zie je, in die tijd werd die Sabbat nog gehouden. Hier in Nederland houden wij geen Sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en nooit meer wezen zal. Dus het begin van de wereld en het zal er nooit meer wezen. Dus er komt iets wat nog nooit eerder is gebeurd en daarna ook nooit meer zal gebeuren. Hij zegt, beetje verkouden. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen, dat is voor de eerste maal dat we het tegenkomen, zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt, hier, zie hier is de Christus, of hier geloof het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat ze waren het mogelijk ook de uitverkoren zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Nog een belangrijke zin. Indien men dan tot u zegt, zie, jij is hier in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.
Er zijn zoveel mensen geweest die zeggen, ik heb een verschijning gehad van Jezus. Hij is in mijn binnenkamer geweest. Jezus zegt, geloof het dus niet. Dus het kan nooit Jezus zelf zijn. Wat is hier namelijk in de hemel? Waar gaan we verder? Want gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen. Dat is heel eigenaardig. Dan praat hij over ons, Noordwest-Europa. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus Jezus praat dan verder als de jaren 70 na Christus. Hij gaat dan veel verder. Hij zegt, er komt in die tijd voordat ik wederkeer, zal er heel veel misleiding zijn. Heel veel misleiding zijn. Dus daar waarschuwt hij ons voor. Dan gaat hij verder. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus als Jezus komt, dan zal er iets gebeuren wat de mensen angst en vrees zal aanjagen. Want hij komt met zijn engelen legerscharen van engelen. Ja, hij komt om zijn volk te verlossen. Want daar waar het aas is, en dat is het volk Israël, de 12 stammen, zullen de gieren zich verzamelen. Wat doen ze nou? Of wij, die gieren, die cirkelen boven ons. En in ons eigen land hebben we 190 soorten hebben we van die gieren. Die verzamelen ons over ons. En die plunderen ons kaal. Dus elke Afrikaan, elke moslim, elk Aziat, kortom, die hier komt, behoort tot die gieren. Maar Jezus zegt, let op. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de macht der hemelen zullen wankelen. Nou komt hij. Let op. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen de aarde zich op de borst slaan en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden. En met luid bazuingeschal zal hij zijn uitverkorenen, dat is voor de derde keer in deze serie, verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste de hemel tot de andere. En dan zegt hij, leer dan van de vijgenboom deze les. Wie is dan die vijgenboom? Heel belangrijk om te weten. Het heeft met Israël te maken. Wanneer zijn hout reek week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij dat de zomer nabij is. Zo ook doe gij, wanneer dit alles ziet, wetend dat het nabij is. En dan voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. Want de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Er zijn bijbeluitleggers, die hebben altijd van die mensen die willen uitrekenen wanneer de Heer Jezus terug. En elk strootje die ze maar kunnen vinden, gaan ze gebruiken om te bewijzen dat hij dan en dan terugkomt. Daar staat dit geslacht. Daar bedoelen ze mee, een geslacht kan 40 jaar zijn. Dus toen in 1948 de zogenaamde Jodenstaat opstond, doen ze er 40 jaar bij en toen kwamen ze op het jaar 88 uit. Dat is niet gebeurd. En zo zijn er veel meer. Maar hij zegt, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Nou bedoelt Jezus hier het geslacht vanaf Adam, Abraham, Isaac en Jacob, tot aan zijn wederkomst. Dus Israël is niet uit te roeien. Dat geslacht zal altijd blijven bestaan, want het is zijn volk, daar komt hij over, om over te regeren. Zie? Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Lieve mensen, dit zijn de woorden van de Messias van Israël. Die moeten we in ons hart, in onze gedachten. Dit moeten we als het ware in ons lichaam opnemen. En vooral in ons verstand. Driemaal wordt er in onze gelezen tekst gesproken over de uitverkorenen van God. Wie zijn nu die uitverkorenen? We leven in een zeer ernstige tijd. Maar we moeten ook weten wat wij geloven en wat belangrijk is. Waarom? De grootste tragedie van onze dagen is dat wij onkundig zijn van onze herkomst. En dit in een tijd van grote wetenschappelijke ontwikkeling. De wereld is vol met communicatie, maar aangaande Gods woord zijn wij West-Europese de meest misleide mensen op aarde. Opgeleide theologen sluiten Gods woord voor ons. Maar als wij, eenvoudige mensen, de Bijbel ter hand nemen, gaan lezen,
wat er werkelijk staat, zal God ons zijn woord verklaren. God heeft de Bijbel, let op, niet voor theologen geschreven. Wij hoeven geen Hebreeuws of Grieks te kennen. Wij hoeven ook geen DS voor onze naam te schrijven om zijn woord te begrijpen. Alles zal gebeuren volgens de schrift tot in de kleinste detail. Wij moeten acht geven op wat wij lezen, langzaam en aandachtig. Lees liever één vers 10 keer dan 10 versen achter elkaar. Wij moeten begrijpen wat we lezen. Dat is belangrijk. En de vraag aan de Heilige Geest om Gods woord te verklaren, neem met minder geen genoegen. Wij moeten de Bijbel nooit lezen volgens de tradities, want dat is de doodsteek van onze hedendaagse kerk. Wij lezen de Bijbel volgens de uitleg van valse profeten. Ja, lieve mensen, valse profeten geven vandaag aan ons onderwijs. Een van de belangrijkste zaken waarover de verduistering is gekomen, is de vraag: wie zijn toch die uitverkorenen? Er zijn veel ideeën daaromtrent, het woord uitverkoren. Dit is ook een zeer bekend woord, maar de inhoud is verloren gegaan in de traditionele kerken en om de vrije groepen maar te zwijgen. Mijn vraag aan u is: weet u wie die uitverkorenen zijn? Voor velen betekent het dat God op een of andere manier zijn hand op mij heeft gelegd. Ik ben een heilige geworden en ben op weg naar de hemel. Zo wordt er over het algemeen gedacht. Wat een tragedie. Maar wat zegt Gods woord? En neem weer de drie versen uit Matteüs 24, waarin het wordt vermeld en deze gaan toepassen op onszelf. Vers 21 en 22. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Toch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Wat een verschrikkelijke verdrukking is er al geweest in de geschiedenis. Direct na de Pinksterdag begon de vervolging van de christenen. De stediging van Stefanus was de eerste vervolging. Het is belangrijk om dit verhaal te kennen, want hij werd door de hoge priester en zijn kasten vervolgd en later gestenigd. Maar Stefanus zegt tot hen dat hij deze heel Israëls heilsgeschiedenis heeft verteld het volgende. Hij zegt: hardnekkig en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen, zo ook gij. Toen zij dit hoorden, sneed het door hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Zo lezen we dat in Handelingen, hoofdstuk 7, vers 51 en 54. Zo is het ook in onze dagen. De mensen stoppen oren dicht voor Israëls reddende boodschap. In de eerste drie eeuwen van de gemeente zijn er minstens 10 miljoen christenen vermoord op een meest afgruwelijke wijze. Zij werden ingesmeerd met teer en gebruikt als verlichting voor de Romeinen in hun arena's, tijdens hun spelen, of werden door roofdieren verslonden. Is dit geen verdrukking? Kort nadat dit ophield en de keizer Constantijn tot bekering kwam en de kerk wettig werd erkend, volgde een nieuwe vervolging die nog gruwelijker was. De kerk kwam tot bloei en rijkdom en daarmee begon ook hun verval. Rome werd een decadente zaak die Gods volk de duistere middeleeuwen bezorgde. En in het jaar 1517, op 31 oktober, Maarten Luther stelt dan zijn 95 stellingen op de kerkdeuren van Wittenberg. Hij spijkerde die daar vast. In die tijd, na een periode van 1260 jaar, is er berekend dat de Romeinse kerk meer dan 50 miljoen protestante christenen om het leven heeft gebracht, op allerlei wrede wijze. Waarin in onze tijd de barbaren in Zuid-Afrika met hun halsband moorden en het in stukken kappen van mensen nog op geen stukken halen bij de wreedheid van de Romeinse
kerk. In het jaar 1850-1860 werd de Roomse kerk aan banden gelegd en de paus werd beperkt tot Vaticaanstad. In diezelfde tijd kwam de Illuminati opzetten, de Zionisten en Adam Weishaupt en consorten. Wat is uitgelopen op een communistische Stalinisme enzovoort. In die tijd zijn er miljoenen en miljoenen mensen vermoord. Is dit geen grote verdrukking? Laten we Mao niet vergeten in Pol Pot, waarvan berekend werd dat samen meer dan 100 miljoen christenen de marteldood hebben laten sterven. En met deze landen hebben wij nu vriendschapsverdragen en handelsbetrekkingen. Nog worden er nog mensen omgebracht bij duizenden. De Heer Jezus heeft niet voor niets gezegd, toch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Wij moeten dit letterlijk lezen wat er staat geschreven. Indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Dit is die dagen waar dit gruwelijke afspeelde. Moet je goed bij stilstaan. Maar doch ter wille van de uitverkoren zullen die dagen worden ingekort. Dus er zullen geen dagen meer komen van grote martelingen. Dat is wat er staat. Kunnen wij dit voorstellen? De antichristelijke machten bezitten zoveel wapens. Let goed op wat ik nou zeg. Dat zij wel 3 keer de aarde kunnen vernietigen. Sta eens stil bij dit geweld. De gehele aarde kan worden vernietigd. Lieve mensen, ik vertel nooit sprookjes, maar de keiharde waarheid. Daarom zegt de Heer Jezus, toch ter wille van die uitverkorenen, zullen die dagen worden ingekort. Wie zijn nou die uitverkorenen? Dit is een zeer belangrijke vraag. Wij bezitten zoveel opinies, er zijn letterlijk duizenden kerken en net zoveel geloven en allemaal roepen zij dat zij de waarheid bezitten en ondertussen wandelt Gods volk in een dikke duisternis. Verschrikkelijk is dat. Nou, laten wij Gods woord ernstig onderzoeken. Want in vers 24 hebben we gelezen, want er zullen valse christenen en profeten opstaan. Valse christenen. Christenen, Christus, christenen betekent gezalfde. Hoeveel mensen zeggen gezalfd te zijn en toch in heel veel soorten kerken en groepen zijn die allemaal van elkaar verschillen. Een gezalfde is toch een speciaal iemand. Jezus is de gezalfde koning van Israël. Zijn deze zogenaamd gezalfde dan Israëlieten? Moet je over nadenken. En valse profeten staan op. Ook in onze dagen. Je hoeft maar die wel alle, je durft hier voor die camera en op het, die geluidsdrager te zeggen, dat elke bekende Nederlandse sprekers, evangelisten, predikanten, zijn allemaal valse profeten. Waarom? Omdat zij zulke grote tekenen en wonderen doen. Dus die Osborne kwam naar Nederland. Malieveld stond vol. Stromen van kracht is eruit voortgekomen. Zo, waar trouwens niks meer van over is, van die zogenaamde opwekking. Ze liepen allemaal achter die predikers aan. Maasbach, Jan Zijlstra, Christenen voor Israël. Je hebt heel veel van die groepen. Maar waren het mogelijk dat ook de uitverkorenen zouden verleiden? Ik ben zo'n uitverkorene en ik heb me niet laten verleiden. Dat ga ik uitleggen. Wij leven nu in een tijd dat zoveel zogenaamde evangelisten tekenen en wonderen verrichten. Loop niet achter zulke mensen aan, want u wordt misleid. Want niet ieder die in tekenen en wonderen verricht zijn gezanten van God. Jezus waarschuwt uitdrukkelijk voor zulke lieden. Mozes en de farao zijn daar een goed voorbeeld van. Het is goed deze geschiedenis eens te herlezen. Want farao's tovenaars konden ook wonderen verrichten.
In vers 31 staat, en hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uit der hemelen tot de andere. God zal zijn engelen uitzenden met bazuingeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen. Weet u hoe dit zal gaan? Lees dan Exodus 19 en 20. Als de Heere God verschijnt, zullen de bergen opnieuw branden. Lees voor uzelf binnen deze hoofdstukken, zodat u door Gods geest deze kan verklaren. Gods stem zal weer brullen vanaf zijn heilige berg. De wederkomst van de koning van Israël zal gepaard gaan met de meest afschuwelijke oorlogen die er ooit zijn geweest en nooit meer zal zijn. Heb u daar wel eens bij stilgestaan? Jeremia zegt dat de gesneuvelden van het ene einde van de aarde tot het andere einde zullen liggen. Als u daar niet bij bent, zult u zien hoeveel er dat zullen zijn. Wij leven in de tijd dat hij zijn engelen zal uitsturen om zijn uitverkoren te verzamelen uit de vier windstreken. Nee, dit is geen opname van de gemeenten, zoals de valse leraren ons doen willen geloven. De engelen zullen de uitverkorenen fysiek bij elkaar moeten verzamelen. Heb u daar wel eens aan gedacht? Dit is wat de schrift zegt. We gaan terug naar die uitverkorenen. We lezen nu 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 10 tot 13. Om deze reden wil ik alles verdragen. Om de uitverkorenen, opdat ook zij in het heil van Jezus Christus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar, immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, dan zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dus aan deze mensen schrijft Paulus via Timotheus iets belangrijks. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Nu is de algemene zienswijze zo, u bent de uitverkoren omdat u verlost bent. Maar Paulus spreekt hier tegen mensen die nog niet verlost zijn, maar wel uitverkorenen zijn. Daarom verdraagt hij alles ter wille van hen. Die vraag moet ons op ons hart branden. Wie zijn nou toch die uitverkorenen? Matthäus 1 vers 21. Let goed op. Zij, J en Maria, zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Dat zegt de engel tegen Jozef als hij Maria wil verlaten. Hier heb je zijn uitverkorenen. Dus Jezus is gekomen om zijn volk te redden en te verlossen van hun zonde. Er staat niet dat hij de hele wereld zal redden en verlossen van hun zonde. Dat staat er dus niet. Dat wordt wel gepredikt, maar het is niet waar. Dat is inlichtkunde en leugen. We hebben in Matthäus 24 gezien dat er vele valse christenen zijn en valse herders. Nu is het in de algemene lering ook zo. U wordt het volk van God door verlossing. Dat is ook zo'n leugen. Dus die mensen waar de engel over sprak, zij zijn volk voordat dit verlost waren. Dit is belangrijk om dat juist te zien. Dit is van essentieel belang. Dus zij zijn niet zijn volk geworden door verlossing, zoals ze nou zeggen. De huidige prediking zet Gods woord altijd op zijn de kerken fantaseren er maar wat op los, vooral in de Pinksterkringen en de zogenaamde Messiasbelijdende Joden. Komt het veel voor dat zo'n gemeente bestaat uit mensen van allerhande nationaliteiten en kleuren, waartegen de voorganger met overtuiging spreekt als volk van God. Wat een misleiding. Ook onze zogenaamde Israëlkringen, die de 10 stammen erkennen, zijn daar niet vrij van. Predikanten die ik zelf goed ken durven rustig te beweren dat mensen uit andere
volkeren ook behoren tot Gods volk, zijn uitverkoren. Dwaalleraar zijn dat. Ze zijn geworden verziekt door een zogenaamde opleving om opwekking of toen de tijd met die Toronto zegen. Hun theologie zegt immers, je wordt het volk van God door verlossing. Maar de schrift zegt juist wat anders. Je bent volk van God, maar moet verlost worden. In Lucas 19, vers 9 tot 10. Een mooi verhaal. En Jezus zei dat hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat deze ook een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Dus Jezus zegt letterlijk, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Weet u over welk persoon het gaat? Over Zacchaeus. Nu de vraag, wat was Zacchaeus het eerst? Was hij eerst een zoon van Abraham en kwam toen tot de redding? Of werd hij gered en werd de zoon van Abraham? Maar de Heer Jezus zegt, er is redding gekomen omdat hij een zoon van Abraham was. Dat is belangrijk. De kerk draait namelijk om, dit om. U wordt een kind van Abraham door geloof. En het maakt nu uit, niet uit uit welke nationaliteit of huidskleur u heeft. Maar wat nu zo eigenaardig is, dat men vergeet dat Abraham, Isaac en Jacob mensen waren met een nationaliteit. En met hen heeft God een verbond gemaakt, speciaal met hen, als volk en natie. Maar nu beweren de theologen dat door geloof deel kan krijgen aan de nationaliteit van Jacob en die van Abraham. En nu maken zij aanspraak op al de beloften die God aan Israël heeft beloofd. En dat staat in geen enkele schriftgedeelte. Men spreekt dan zogenaamd van geestelijke kinderen van Abraham. Maar men vergeet dat de uitverkiezing loopt via Isaac en Jacob. Dit is inconsequent en onlogisch. Het volgende wat de Heer Jezus uitspreekt is, want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Dat is niet de wereld. Jezus haalt hier de profeten aan uit Ezechiël 34 vers 15. Daar staat, God zegt, ik zelf zal naar mijn schapen weiden. Ik zal ze doen neerleggen, luidt het woord van de Heere Heere. De verlorene zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen. De gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. Maar de vette, de krachtige, zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. Is Jezus niet de goede herder? En zijn die schapen niet het volk van Israël, de 10 stammen? Dus Jezus zegt nu tegen Zacchaeus precies wat er in Ezechiël stond geschreven. Zacchaeus was een verloren zoon van Israël. En als de gelijker is van de verloren zoon, is dat hetzelfde verhaal. Laten wij naar het woord uitverkorenen kijken. Matthäus 24 vers 22 en dan vers 24 en 31. De Bijbel kent zijn beginselen. De Bijbel spreekt in talen en symbolen die God nooit zal veranderen. Maar de kerken hebben dit juist wel gedaan. Vandaar dat er zoveel misleiding is. Als een schrijver een boek schrijft en midden in zijn verhaal andere hoofdpersonen laat opdraven, zal dit de lezer verwarren. Want Piet wordt opeens Jan of Nico. Hij zal snel de boek wegleggen en er nooit meer inkijken, omdat dit tot verwarring leidt. Maar met de Bijbel hebben de kerken door de eeuwen heen niets anders gedaan dan Gods hoofdpersonen te veranderen met andere namen en volkeren. En één belangrijke benaming is die van de uitverkorenen. Als de Heer Jezus spreekt over uitverkoren, wist hij precies wie hij bedoelde. En waar haalt hij die wetenschap vandaan? Uit het Oude Testament en niet anders. Daarin wordt gesproken van de uitverkorenen en wie zijn dat? We gaan het onthullen. We lezen in Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 6 tot en met 8. Want gij zijt een volk, Israël, dat de Heer uw God heilig is, apart gesteld. U heeft de Heer uw God uit alle volkeren op de aardbodem uitverkoren om zijn
eigen volk te zijn. Dan gaat hij uitleggen wat ook belangrijk is. Niet omdat gij talrijker waart dan enig andere volk, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkorenen. Veel eer zijt gij de kleinste van alle volken. De blank Noordwest-Europa en zo bestaat maar 10% vergeleken bij alle andere volken in de wereld. Maar omdat de Heer u lief had en de eed hield die hij uw vader gezworen had, heeft de Heer u met een sterke hand uitgeleid en verlost uit het diensthuis uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Waren daar de Chinezen bij? Waren daar de zwarten van Afrika bij? Waren daar de moslims bij? Nee, het waren zijn uitverkoren schapen. Men moet niet met de Heer strijden. Hij zegt dat het zo is. Israël alleen is uitverkoren en niemand anders. God heeft een volk uitverkoren en geen individuen. Dit wordt dikwijls vergeten of genegeerd. Je hoort zo dikwijls zeggen, ja, God heeft met mijn leven een plan. Predikers willen dat zo graag zeggen, want ze willen die gemeente iets toespelen. Zeggen ze, ja, God heeft persoonlijk een plan met u. Dat is gewoon een leugen. God heeft een plan met zijn volk. En het volk bestaat uit individuen. Het is altijd in dat verband dat je uitverkoren bent. Daarom moet je je naaste lief hebben. Je volksgenoot lief hebben. Eerst God lief hebben. Dan je naaste, je volksgenoten. En je moet je lief hebben zoals je jezelf lief hebt. Dat is een driehoek. Maar aangezien we dat niet doen, zijn wij een verward, goddeloos volk geworden. Daarvoor is er zoveel ziekte in ons land, met allerlei soorten kankers. En hoe knap die geleerden ook allemaal zijn met zogenaamde dingen uit te zoeken, ze worden er zelf maar helemaal stinkend rijk van. Maar mensen sterven jaarlijks aan alle soorten ziekte. En ziekte komt in de wereld omdat we zondigen. Maar ja, dat weten we niet, en als we dat weten, dan willen we het niet weten. Maar je straft namelijk jezelf. Als je niet bij de wet van God houdt, dan straf je namelijk jezelf. God zegt tegen zijn volk, als je alles doet wat ik zeg, word je gezegend. Nooit honger, nooit dood, nooit dit, nooit dat. Maar, doe je dat niet, dan krijg je al die kwalen die ook op Egypte zijn opgelegd. Dat staat nog steeds in die wet van God in Deuteronomium en in de Leviticus. Dat kan je lezen. Ik ben er een ervaringsdeskundige in. Als ik vroeger in mijn leven niet die rommel had gegeten, wat frikandellen en al die andere rotzooi heet, u weet het wel, zo'n snackbar aan de hoek, waar zo gauw aan verslaafd raak aan die rotzooi, had ik nooit geen dichtgeslipte aderen gehad, had ik nooit geen hartoperatie gehad, had ik later nooit gedotterd moeten worden, was ik nooit diabetes patiënt geworden. Allemaal uit dat verkeerde eten, wat ook ingevoerd is, allemaal door grote concerns. Kijk maar naar je voedingsmiddelen, er zijn allerlei programma's die ervoor waarschuwen, maar we doen het toch. Als ik donderdags met mijn vrouw naar de Aldi ga, dan zie ik zo bij die kassa, er staan de meest gruwelijke dingen beschreven op een pakje sigaretten en tabak. Maar mensen pakken het gewoon en ze negeren het. Nou, zo heb ik ook in mijn leven dit genegeerd. En ik heb de straf, die kwam, zelf moeten ondergaan. Maar, ter wille van die uitverkorenen, waar ik toe behoort als een van die 10 stam, nu ben ik een wederom geboren Israëliet. Nou ben ik verlost van mijn zonden. En als ik straks kom te overlijden, ga ik naar het heerlijke koninkrijk van God. Ik heb mijn les geleerd. En daarom zal ik nooit zeggen, waarom is dat mij zo overkomen? Het is de eerste plaats uit onkunde. Het is me nooit aangezegd. En als het aangezegd heb, dan heb ik me dat toch genegeerd. Want ik heb ook vele jaren gerookt. Gelukkig ben ik daar heel vroeg mee gestopt. Toen ik tot geloof kwam, ben ik gestopt met het drinken van alcohol en het roken. Ik zeg dat elke keer in mijn boodschappen, omdat ik je wil laten zien dat ik ook een gewoon mens ben. En ik heb geen streepjes voor bij God. Maar ik weet nu wie ik ben
Ik weet mijn identiteit. Ik ben een wederom geboren Israëliet. Ik behoor tot het uitverkoren volk van God. En mijn taak als evangelist is om het evangelie van het koninkrijk, het herstel van Israël, uit te dragen. Omdat ik weet dat mijn volksgenoten, de echte Nederlanders, niet allemaal, maar de echte Nederlanders, behoren tot de stam Zebulon. En ik weet van Friesland, waar ik woon, dat dat de stam Issachar is. Dus ik heb al twee dingen ontdekt die behoren bij het volk Israël. In mijn eigen land. Goed. En daarom heeft God Israël verlost uit het diensthuis. En hij zegt, dit is mijn eigen volk. We moeten ophouden om die volkeren buiten Israël te maar bij te betrekken. Goed. We gaan eens kijken. Ja, Jesaja 41 vers 8 tot en met 10. Maar gij, Israël, mijn knecht Jacob, ik die ik verkoren heb, let goed op wat er nou komt, nakroos van mijn vriend Abraham. Het is wat. Maar gij, Israël, mijn knecht Jacob, die ik uitverkoren heb, nakroos van mijn vriend Abraham. Wat een geweldige woorden. Gij, die ik gegrepen heb van het einde der aarde en geroepen uit haar uithoeken tot wie ik zei, gij zijt mijn knecht, ik heb u verkoren en u niet versmaad. Ik heb mezelf niet tot uitverkorene gemaakt. God, mijn vader, heeft dat vast laten leggen in het testament voor zijn zoon. En hij heeft gezegd, als je terugkeert in die Messias van Israël, krijg jij je Israël-identiteit terug. Want die had ik wel, maar die was verloren door de golven van ongeloof in Israël. Zijn wij in ballingschap gegaan. Maar hij gaat verder. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Dat is wat, dat ik een dienstknecht ben van de allerhoogste God van Israël. Hij zegt verder, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilzame rechterhand. Wie zijn hier die uitverkorenen? Jacobs nageslacht van Abraham, Isaac als volledig volk. Het is toch zo moeilijk om mensen te overtuigen van de waarheid van Gods woord. En het is zo duidelijk. Maar men loopt liever achter de leugen der dwaalleraars dan achter om de schrift te geloven en om die te aanvaarden. We gaan verder. Jesaja 43 vers 1, vers 10 en 20. Ook teksten die u echt zelf moet lezen. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper. Haha. O Jacob en uw formeerder. Dus God heeft Israël persoonlijk geschapen en formeerder. O Israël, dubbele punt, vrees niet, want ik heb u verlost. Jezus heeft dat gedaan op Golgotha. Ik heb u bij uw naam geroepen en gij zijt mijn. Luidt het woord des Heren, Heren. Waarom zou ik mij nu door valse herders vanuit mijn eigen volk en valse christenen, door moslims, door verkeerde joden, enzovoort, 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 laten knechten? Onze overheid staat in dienst van Satan. Dus die vader der leugen. Als ik Rutte hoor spreken, dan moet ik daaraan denken. Hij is een zoon van die spreker. Hij liegt, want hij kan de waarheid niet vertellen. En zo is niet alleen de hele regering, maar ook ons vorstenhuis zit in een duister wereld. En dan komt wel die Tweede Kamer erbij allemaal. Waar voor alles onder zit. Homo's, lesbisch. Kindermoordenaars, kinderenverkrachters, rechters zijn pedofielen. Ik heb het allemaal onderzocht, dat is waar. Ik weet het, ik kan ervoor gekruisigd worden. Nou en? Ik ben een uitverkoren. En God zegt, vrees niet. Ja? Goed, hij zegt, opdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben, voor mij is er geen God geformeerd. Geen Allah, Boeddha of welke God ook.
En na mij zal er geen meer zijn. Halleluja. Het gedierte des velds zal mij eren. En de gedierte des velds worden die zwarte mee bedoeld en die andere volken. Dat is de taal die God gebruikt voor andere volken. Jakhalzen, struizen. Want ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis, om mijn uitverkoren volk te drinken. Zie je? Dat doet God. God stuurt geen voedsel naar Afrika of naar Azië of waar dan ook. Doet hij dus niet. Ja, wij als domme Israëlieten doen het natuurlijk wel. Want we weten het beter als God. Niet dan? Deze zijn de verlosten en het uitverkoren van Matteüs 24. Satan wil dit verhoeden. En dat kan maar op één manier. Of door verbastering. Dus als onze blanke mannen met andere vrouwen trouwen buiten het Nederlands. Met zwarte, met gele, met bruine. Of door uitroeiing. En beiden zijn nu volop aan de gang. Juist onder christenen is fysieke vermenging favoriet nummer 1. Hoeveel mannen gaan hier naar het buitenland om een vrouw te nemen? Zo gaan ze nog verder dan de goddeloze heidenen die in ons midden verkeren. Wij als Israëlisch volk krijgen de letterlijke en geestelijke doodsteek toegediend. Ons volk slaapt en gaat ten onder. Gods uitverkorenen moet worden vernietigd. En elke jaar krijg je dat gezeur over die holocaust. Er staan de Joden te janken. Maar dat ons eigen volk uitgeroeid wordt, we beginnen bij kindermoord. Meer dan 33.000 baby's worden elk jaar worden vermoord. Ze worden vermoord, geestelijk vermoord, door drugs, drank, perversiteit, leugen, bedrog. Ja. Ons volk slaapt. Onze leidslieden. En van hoog tot laag leidde ons volk naar de ondergang. En men heeft het niet door dat als er geen volk van Jacob overblijft, de Heer Jezus niet naar de aarde kan terugkeren. Onderkennen wij deze ernstige aanslag? Dit is de tijd waarin wij leven. Er woedt een strijd tussen Gods uitverkoren volk en Satan. En misleiding is een van de gevaarlijkste wapens van Gods tegenstander. Wij kijken nu nog een keer naar Jesaja 44 vers 12. Vers 1 en 2. Maar nu, hoor Jacob mijn knecht en Israël die ik uitverkoren heb, zo zegt de Heere uw maker en van de moederschoot aan uw formeerder die u helpt. En dan komt weer die dubbele punt. Daarom durf ik dat evangelie van het koninkrijk vrij te verkondigen. Vrees niet mijn knecht en Jesterum die ik uitverkoren heb. Een van de ernstige misleidingen is ook dat de Bijbel zegt dat Israël de bruid van Christus is. Maar de kerk heeft zichzelf deze plaats toegeëindigd. Ook daarin is Gods terminologie onvergeworpen. Want de gemeente is het lichaam van Christus en Israël is de bruid. Israël is Gods eigendomsvolk. En hij zegt dan ook in Jeremia 31, vers 31-4, dat hij zijn wetten in hun harten zal schrijven. Niet in die andere volkeren. Moslims, Hottentotten en noem maar op. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël, de 10 stammen, en het huis van Juda, de 2 stammen, een verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam en hen uit het land Egypte leidde. Dubbele punt. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal in deze dagen. Dus de 10 stammen, dus niet met de Joden. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven of leggen en die op hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Tot slot.
van deze studie en mijn betoog. Gods wet zal weer van toepassing zijn op de aarde. Wat zijn wij al van God ver afgedwaald. God onze Vader. Wij moeten terugkeren tot de Heer onze God en Koning. Bent u zich ervan bewust wie u bent? Bent u zijn uitverkorene? Dan bent u van Israël. Amen.